je kijkt naar een nieuwe weekvlog op wellandjehelp.nl. Chocomel. Zoals je zo meteen zult merken is het nogal een chaotische vlog. Op het laatst van mijn vorige vlog liet ik jullie al weten dat mijn opa inmiddels is overleden. Dus ik heb dagen niet gefilmd, dagen wel gefilmd. De begrafenis heb ik bewust niet gefilmd. En dat komt allemaal in deze week, dus dat gaan jullie niet terugzien. Dus we springen soms even een dag vooruit. Dus het is een beetje chaotisch, maar goed. Het is een weekvlog, de laatste weken zijn chaotisch. Ook voor mij, zonder het vloggen zelfs al. Dus het is ook logisch dat de weekvlog dan een beetje chaotisch is. Maar ik hoop dat jullie hem toch leuk vinden om te kijken. De laatste dag vandaag, dat is best wel een beetje raar. Maar vandaag nog een ochtend werken en dan heb ik verlof. Ik voel me sinds vandaag ook weer een stuk beter, dus de hoofdpijn is een stuk minder. Dus dat komt allemaal heel goed uit. Het zit erop. Ik heb officieel verlof. Het is nu 2:10. Ik was om 12:00 al klaar met de fysieke afspraken. Maar ik moest nog wat advies en zo uitwerken. En dat wilde ik graag hier doen. Zodat ik ook dadelijk als ik thuis kom echt het gevoel heb dat ik klaar ben. Dus ik blijf wel nog wat dingen doen voor mijn blog en mijn mail. En ook voor de praktijk. Maar de fysieke afspraken zijn nu echt helemaal klaar. Dus super fijn. Ja. We gaan gewoon weer verder met vloggen nu alles achter de rug is. En we zijn een beetje laat met de kerstboom. Dus we gaan nu een kerstboom halen. Of kijken of er überhaupt nog ergens eentje te krijgen is. Deze wordt het. Mooie grote. Nog geluk dat er nog wat tussen staat. Yum, warme chocomel. Goulashsoep, yum. En pretzels. Yo, mini boompje. Ik ging altijd in de rug, hè? Kerstboom staat en het huisje is helemaal kerstklaar. Een beetje later dan normaal, maar dat maakt niks uit. We hebben vanavond nog een feestje. We hebben met het Herbalife team waar we in zitten een eindejaarsfeest. Dus daar heb ik super veel zin in. En ik zal jullie nog even mijn outfit laten zien. Dit is ook gewoon een jurkje van voor de zwangerschap. Met mijn sleejakken en zwarte panties. Nou, mijn buik wordt nu echt wel behoorlijk rond. Maar ja, woensdag ook alweer 36 weken, dus het schiet op. En dan zijn we klaar om te gaan. Wauw. Thijs? Chique, chique. Rara, wat doen wij vandaag? Ikea.
Ikea. Nog even de laatste spulletjes voor een huis halen en voor de babykamer. En straks verjaardag van het zusje van Vicky. Ja, van Lynn. Het is vandaag maandag, dus voor mij de eerste dag. Het is nu 10:40 ochtends, dat ik dus niet naar de praktijk hoef. Dus dat voelt nog een heel klein beetje gek. Ik ben wel nog, nou ja, aan het werk wil ik het niet noemen, maar ik moet nog een paar kleine dingetjes regelen. En vandaag gaat degene die mijn verlof gaat overnemen het contract tekenen. Dus dat zijn nog wel allemaal kleine dingetjes die gedaan moeten worden. En daarnaast ben ik een beetje aan het rommelen in de babykamer, de was bij aan het werken. En probeer ik ook wel een beetje rustig aan te doen. Dus zoals je ziet heb ik nog mijn chillkleren aan. Dus ik ga me zo meteen klaarmaken. En dan ga ik boodschappen doen nog. En dan ga ik vanavond dus lekker koken voor Vanja. Dat heeft hij wel verdiend. Vanavond gaan we ook weer ons jaarlijkse dromenbord maken. Ook dus voor 2017. Waarin we alvast een beetje gaan vooruitblikken. En dat helpt me echt om te focussen door het jaar heen. Dus daar ben ik wat dingetjes voor aan het uitzoeken. Zodat ik dat straks allemaal netjes erop kan plakken. En Noah ligt hem super hard te chillen daar op de bank. Lekker in het zonnetje. Zo, de make-up zit erop. En ik ga nu eerst even boodschappen doen. Even snel nog koken. Ik maak pennen met broccoli en uitjes, ertjes en pesto. Nou, lekker gegeten. Ja, Nicky heeft heerlijk gekookt. Ik moet eens een keer een ding met alle bloepers opnemen. We zijn nu onderweg naar het luistercentrum, want we gaan ons droomvoort maken voor 2017. Jeurig best. Och ja. Ik zie niet hier. Tijd voor een nieuwe zwangerschapsupdate. We zitten alweer in week 36. Ik ben 35 weken zwanger, ruim 35 weken zwanger. Dus ik ga de app er weer bij pakken. Ik heb trouwens een nieuw hoesje erop. Het is een trouwfoto van ons. Die heb ik toen van mijn schoonzusje en broertje gekregen voor de surprise. Week 36, dit is de app van zwanger en zo. De ontwikkeling van je baby. Je baby krijgt steeds vaker de hik. Dat merk je ook heel goed. Dan gaat mijn buik elke keer helemaal op en neer. De hik voel je steeds intenser. Logisch, want je baby vult niet echt alle ruimte die je buik te bieden heeft. Hij zuigt lekker aan zijn duim. Echt veel draaien doet hij niet meer. Omdat hij met zijn hoofdje vast ligt, kan hij alleen nog maar om zijn lengteas draaien. Ik ben heel benieuwd. Het lag met het hoofdje al helemaal omlaag. Dus dat zal alleen nog maar verder indalen. De navelstreng is nu zo'n 55 centimeter. En de baby is op dit moment 45 centimeter lang en weegt ongeveer 2900 gram. Bij tips, laat professionele foto's van je buik maken, eventueel met je partner. Erg leuk om te hebben voor later, maar misschien ook leuk om cadeau te geven aan opa, oma en vrienden. Nou, dat hebben jullie in de vorige week vlog kunnen zien, dat hebben we inmiddels gedaan. We hebben de foto's nog niet gekregen, dus ik ben super benieuwd naar het eindresultaat. Dan pak ik even de app van Ouders van Nu erbij. In de app van Ouders van Nu is hetzelfde gewicht, 45 centimeter en 2900 gram. Dus lengte en het gewicht komen overeen. En even kijken. De huid van je baby is nog steeds bedekt met huidsmeer. Een wit glibberig laagje dat hem beschermt tegen het inweken van het vruchtwater. In de laatste weken van de zwangerschap gaat dat eraf.
En dat komt dan in vlokjes in het vruchtwater terecht. Als dit je eerste zwangerschap is, zal je baby rond deze tijd met het hoofdje dieper in het bekken zakken, dus indalen. Dat was bij mij al wat eerder, ondanks dat het mijn eerste zwangerschap is. Verwend jezelf nog even lekker. Ga naar de kapper, maak een afspraak bij de schoonheidsspecialist, koop een mooi boek of plan een date met een vriendin. Nou, ik heb een heel lijstje gemaakt met dingen die ik nog wil doen tijdens mijn verlof, want ik heb nu officieel verlof. Dus daar gaan we zeker nog dingen van afstrepen. Ik had zelf nog wat dingetjes opgeschreven die deze weken kwamen. Nesteldrang, dat begint nu toch ook wel een klein beetje te komen. Ik wil eigenlijk de laatste to-do dingetjes af hebben. Ik heb dus officieel verlof. Maar dat is ook wel leuk om te vermelden. Sinds deze week ook officieel werkgever. Dus mijn diëtistenpraktijk. Zoals jullie weten ben ik diëtist. Heb ik een eigen zaak. Dat werkt allemaal net wat anders. Daar zal ik nog een keer een artikel over schrijven. Waar je dan op moet letten als je met zwangerschapsverlof gaat. Maar ja, ik ben ook aangesloten bij verzekeringen. Dus dan heb je daar contracten mee. En mensen moeten gewoon terecht kunnen. Dus ik kan niet zomaar een paar maanden mijn praktijk dichtgooien. Dus daar heb ik een vervangster voor gevonden. Die zal ik ook nog laten zien in de volgende vlogs waarschijnlijk. Want we moeten nog wat dingen bespreken. En zij gaat mijn praktijk overnemen. Zodat ik toch met verlof kan en alles gewoon doorloopt. Dus dat was wel even spannend. Want ja, officieel ben je dan werkgever. Hoe ik dat allemaal geregeld heb, dat ga ik jullie dus nog wel een keer uitleggen. Als jullie dat leuk vinden om te horen. Fysiek wordt het ook iets zwaarder. Klein voorbeeldje van je vroeg me laatst. Kun je appels en bananen meenemen? Ook van de winkel. En ik had nog wat andere dingen. Dus die zak appels, dat was best wel een uitdaging, zeg maar. Om dat nog voor elkaar te krijgen. Nu wisselt het ook wel per dag. De ene dag gaat dat wat beter dan de andere. Je hoort wel eens over een waggelende eend. Nou, zo voel ik me nu dus. En ik merk heel goed dat de kleine aan het indalen is. Dus steken, krampen, vooral in mijn lies. Krampen, dat had ik een paar weken terug nog helemaal niet. Wel af en toe wat steken. Maar nu ook echt kramp. En ik zie ook gewoon dat mijn buik een stuk lager zit dan een paar weken terug. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. En ja, dan ga ik bij deze ook de vlog nu afsluiten. Vond je het leuk om de video te zien? Doe dan vooral een duimpje omhoog. Abonneer je even op mijn YouTube kanaal. Vind je het leuk om achter de schermen wat meer van ons te zien? Dan moet je me even volgen op Instagram. Dat is @balanceyourhealth. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog weer. Doei!